Oké, even een korte screencast om te laten zien dat heel veel dingen ook gewoon offline kunnen. Voor alle duidelijkheid, ik werk nu op mijn Chromebook en ik ben offline. Dat kun je hier zien, want ik heb geen netwerk, er is geen verbinding en ik heb wifi uitgezet. Zie? Wifi uit, geen netwerk. Toch kan ik een screencast maken zoals je ziet, maar er kan nog veel meer. Want ik kan natuurlijk gewoon de browser openen en dan denk je van ja, wat heb je nu aan een browser als je geen verbinding hebt? Nou, dat is wel leuk, want hier zie je dat ik een aantal extensies heb. En een aantal van die extensies, die doen het ook gewoon wanneer je offline bent. Kijk, ik heb een leeg HTML-pagina gemaakt met alleen mijn logo erin. Die pagina die staat lokaal. Ik kan even de broncode laten zien. Dat ziet er zo uit. En je ziet hier aan het pad dat de pagina niet van internet komt, maar vanaf mijn, nou ja, je zou kunnen zeggen harde schijf. Iedereen zegt dat een Chromebook geen harde schijf heeft, maar hij heeft natuurlijk wel degelijk opslag. En hier zie je deze pagina HTML. Nou, daar ben ik nu in. En zoals gezegd kan ik nu gewoon een extensie laden. En dat is wel een hele leuke. Dat is namelijk WebPaint. Kijk, dit is WebPaint. En met WebPaint kan ik tekenen. Ik doe dit even met de hand, want ik heb een Chromebook met touch. En zoals je ziet heb ik een heel slecht handschrift, dus dit haal ik even weg. Dat kan, stap voor stap, zoals je ziet. Ik kan de kleuren aanpassen. En ik kan ook de stiftgrootte vergroten of verkleinen. Als ik nu ga tekenen, dan zie je dat het een stuk groter is. Maar hij heeft nog meer mogelijkheden. Want ik kan ook een strakke rechte lijn tekenen. So far, so good. Het gaat nog verder, want ik kan ook een gebogen lijn tekenen door eerst de lijn te trekken en dan de boog te maken. En dat gaat nog een stapje verder, want ik kan ook een gebogen lijn maken met twee krommingen erin. Kijk, nou is dat niet leuk. En natuurlijk kan ik daarnaast, ik zal even naar een andere kleur gaan. Dan zie je gelijk hoe dat werkt. Ik kan natuurlijk vierkanten maken. En ik kan ook een figuur maken met meer punten. En dat kan heel erg handig zijn wanneer je bijvoorbeeld over een Google Map een route wilt tekenen. Over een Google Map? Ja, als je online bent, dan kun je gewoon een pagina oproepen en daar overheen deze extensie gebruiken, zodat je daarmee een tekening kunt maken. Ik kan natuurlijk ook nog tekst kwijt. Tekst. En ook voor die tekst geldt, dat ik hem groter kan maken hiermee. Kijk, als ik het nu nog een keer doe, tekst, dan is die groter. Kortom, veel mogelijkheden, ook offline, met je Chromebook. Je kunt screencasts maken, maar dat is eigenlijk al normaal, zeg maar. Maar je kunt ook de nodige extensies gebruiken. Ik kan natuurlijk het scherm vergroten, dan heb ik een nog groter veld om mee te werken. Ik kan nu ook gewoon mijn scherm omklappen en het Chromebook als touchscreen gebruiken. Allemaal geen enkel probleem. Voor de screencast gebruik ik Screencast-O-Matic. Die heeft nu ook een app voor een Chromebook. En nou ja, die werkt zoals je ziet naar behoren. Want ik kan ook pauzeren en weer opnieuw beginnen door op deze knop te klikken. Nou, dat wilde ik even laten zien. Voor het kijken.